zijn hier bij de Service Koers van Team Jumbo-Visma. We zijn hier bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2022. We zijn 2 weken geleden verhuisd in het pand. Jullie zijn hier al een keer eerder geweest voor het afleveren van heftruck en palletwagens. En inmiddels hebben we daar grof gebruik van gemaakt om alle spullen te kunnen plaatsen. Nou, onze locatie Service Koers, dat is een combinatie eigenlijk van een kantoorgedeelte en een opslaggedeelte. In het opslaggedeelte waar wij dus nu staan, daar zit een werkplaats in voor de mechaniciens, dus die bouwen daar de fietsen op. In het begin van het jaar, in de loop van het jaar, onderhouden ze daar de fietsen en hier vandaan worden de vrachtwagens geladen die dan compleet naar een wedstrijd toe rijden. Nou ja, bidons zijn er bijvoorbeeld 55.000 per jaar. En dan gaan er 1200 op een pallet, dus dan kun je uitrekenen hoeveel pallets we hier straks kwijt moeten aan het begin van het jaar. En die dan langzaam in de loop van het jaar wordt dat naar de koersen meegenomen. Dus als je in de Tour 21 etappes rijdt, ja, dan moeten er zo'n 2500 bidons mee om zeker genoeg te hebben. En naast het materiaal voor de renners zelf nemen we natuurlijk nog veel meer mee voor in de vrachtwagens. We nemen bijvoorbeeld altijd ons eigen water mee, voeding, al dat soort spullen. Ja, en die staan hier in het pand opgeslagen en moeten dan naar de vrachtwagen toe om geladen te worden. Ja, als je bij ons binnenkomt, dan proberen we toch een beetje het Jumbo-Visma gevoel mee te geven. Daar hangen bijvoorbeeld onze gewonnen shirts. Dus de rode truien van Primoz, de kampioenstruien. Maar daar staat ook een display van Cervelo, onze fietsenleverancier, die daar uitlegt wat ze aan de ontwikkeling doen. Agu, onze kledingleverancier, die daar een mooie uitleg geeft. En ja, het totaalplaatje vormt zeg maar, het Jumbo-Visma gevoel. Ja, met de ingebruikname van dit pand hopen wij dat we rust kunnen creëren in de organisatie. We zijn gegroeid in de afgelopen 3 jaar van 1 worldtourploeg naar 1 worldtourploeg met een development team en een damesploeg. Daardoor hadden we op verschillende locaties onze materialen staan. Nu in 1 keer alles in 1 pand waar we overal gebruik van kunnen maken. En het met de Jung Heinrich heftruck en palletwagens keurig alles op zijn plek kunnen zetten. Zodat we alles terug kunnen vinden en in gebruik kunnen nemen. We hopen dat we een fantastisch seizoen zullen hebben.